Een 19-jarige man bestormt het veld. Hij gaat richting keeper Esteban. Wil hem vellen met een karatentrap. Esteban ziet het en antwoordt met een karatentrap. En als de man eenmaal ligt, nog eens twee trappen. Dan wordt de man overmeesterd. Scheidsrechter Nijhuis geeft de rode kaart aan keeper Esteban. Want geweld door een speler in het stadion mag.